bij Igmar. Live op je dinsdagavond, Mr. Bell en Weasel.
Thank you.
Ik heb een bizar groot applaus voor Mr. Bell. Yeah. Ik kom er nog heel even bij zitten, ondanks dat we eigenlijk al veel te lang door zijn gegaan. Maar ja, we hadden zoiets van, dit was wel zo lekker. Ja, hier moesten we nog even mee doorgaan. Nou ja, ik wil toch eventjes er komen allemaal nog binnen. Wie zijn deze helden achter de dek? Ze draaien wel erg lekkere tracks voor After King's Day. Nou, dat was het zeker. Ook een mooie, ben weer helemaal terug in de 90s. Afteren in het zeepaardje, Noordwijk op zondagmiddag. Ik zie het weer helemaal voor me. Helemaal top. En vooral heel veel reacties op die Somebody to Love. Wanneer komt die, jongens? Die komt, ik denk, eind mei. Maar dat is nog niet helemaal 100% zeker. Hij is wel echt heel erg lekker, hoor. Hij is lekker, hè? Dankjewel. Ik wil jullie bedanken dat jullie bij ons in de studio waren. Er kwamen ook nog een aantal vragen binnen van, joh, welke festivals staan deze helden allemaal te vinden? Laten we even dit weekend, waar zijn jullie dit weekend, waar staan jullie dan? Dit weekend hebben wij een weekendje vrij, eigenlijk. Ja. Ja, volgend weekend gaan we naar Istanbul. En dan hebben we nog Dance Valley, Extrema, Wish Solar. Amsterdam Open Air. Jullie zijn te vinden in Nederland dus, zeg maar. Ja, maar bijna elk groot festival staan we. Moet je het gewoon maar even checken, Mr. Belt & Weasel. Dan zeker komt het vanzelf goed. Dank dat jullie hier waren en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dat was een goed setje. Tenminste, ik hoop dat je net zo hard bent losgegaan als ik hier in de studio. Nu ben je natuurlijk benieuwd geworden naar het hele gesprek. Check dat even hier terug, het interview. Mocht je nou nog meer DJ-setjes willen zien, nog een keer keihard willen gaan voor 20 minuten, klik dan even hier. Er staan nog veel meer DJ-setjes. En ondertussen kan je hier altijd abonneren en liken en duimen. Top, liefde.